Test. Nee. Mag wat asperges. Ik moet toch met mijn gezicht naar het publiek staan? Ja. Oh, is dit te verstaan, jongelui? Ga achter aanwezigen. Dames, heren. Namens BAM, hartelijk welkom bij deze presentatie van het bouwproject Justitieel Complex Schiphol. Zoals u hier achter ziet, vormen de bouwwerkzaamheden super en de voorgang. Eind volgend jaar reeds zal hier een nieuw ultramodern complex verrijzen waar Nederland trots op kan zijn. Niet waar? Oh. Het is dan ons ook een hele eer dat deze belangrijke opdracht aan BAM is gegund. Dank u, overheid. Nederland kan niet zonder deze centra als het erom gaat om de toevloed aan tsunamis van goudzoekers in te dammen. Anders is het feitelijk dweilen met de kraan open, nietwaar? U moet het justitieel complex zien als een deltawerk op het gebied van grensbewaking. De Afsluitdijk, zeg maar, de Afsluitdijk tegen een zee van noodruftigheid die de derde wereldbevolking over zichzelf heeft afgeroepen door zich maar ongeremd voort te planten. Ze hebben er vele kinderen veroorzaakt en wensen daar het voortvloeiende rampzalige gevolgen op ons af te wentelen. Gezien deze tomeloze procreatie, dat woord kent u niet waarschijnlijk, verwekking, zijn wij in West-Europa tot niets verplicht. Het ligt niet aan ons. Well, the speech that the so-called director of BAM just made is partly taken from an email that we received from a shareholder of BAM after the last action, and which made the speech like really, you know, annoying to hear, because that's actually really how people at BAM think, shareholders think. You know, they really think that in the third world people are all to blame for that they have so many children and that they shouldn't be here, and that actually we in Western of Europe are superior to Africans and Arabs. Actually, that's really what they wrote to us, what the shareholder wrote to us. So I just wanted to add that to the story.